NTR. Welkom bij de kennis van nu. Een aluminium frame, 20 propellers en een klein stoeltje. Meer is het eigenlijk niet. En toch is het dé manier waarop Thorstin de wereld gaat veroveren. Want al tijdens zijn studie is hij begonnen met het knutselen aan een klein droontje. Nou, nu zijn we jaren verder. En hij wist toen al dat de drone voor veel meer dingen ingezet zou worden dan speelgoed alleen. Hoe kwam je nou op het idee om je eigen drone te bouwen? Nou ja, ik zit ook dagelijks in de file. En ik dacht van, nou, dat moet beter kunnen. Dus wat nou als ik een drone ga ontwikkelen? Gewoon een drone die ik kan oproepen via mijn smartphone. En die vliegt gewoon zelf waar ik naartoe wil. Dus ik kan gewoon eventjes instappen, ik stijg op en ik land in Utrecht. Of ik breng even een bezoekje aan mijn oma. Ik reis gewoon heel Nederland af. Helemaal geweldig. Dit was niet jouw eerste model. Nee, dat klopt. Deze heeft 20 propellers. En de eerste die we gemaakt hadden, die had er 16. Nou ja, als je zo'n ding hebt, dan is het heel belangrijk om ervoor te zorgen dat hij stevig is. Je kan je voorstellen, als ik hier in het midden ga zitten, hier komt gewoon heel erg veel druk op dat ding. En wat we nou gedaan hebben, is berekeningen gemaakt om de stress op het frame uit te rekenen. Die rode lijnen die geven aan dat er gewoon heel erg veel kracht op het frame komt. Het is belangrijk om dit dus heel stevig te maken. De eerste keer zijn we ook gewoon begonnen met een zak lood. Die hebben we eronder gehangen. En ja, dat was gewoon puur om te kijken van hoeveel kunnen de motoren leveren. En toen wist je het is veilig om erop te gaan zitten. Precies. En toen ging je een testvlucht maken, die heb je gefilmd en die kwam op internet. En je werd een hit. Ja, dat was de eerste vlucht waar ik zelf in dat ding zat. Ja, dat is een geweldige ervaring natuurlijk. Alleen ja, in Nederland mag je niet zomaar met zo'n ding rondvliegen. Althans niet in de openbare ruimte. En toen heb je deze hal toegewezen gekregen. Ja, precies. Dus dat is de reden dat we nu in deze hal zitten. Dit is jouw speeltuin. Ja. Tada, de superdrone. Ja, dat is hem. En waar zit nou de aanknop? Stuurbekrachtiging? Nou, hieronder jou zit de boordcomputer. Mm-hmm. Deze boordcomputer zorgt eigenlijk dat de drone mooi recht blijft. En in de toekomst wil ik dus dat jij gewoon lekker achterover kan zitten. En dat je gewoon intoetst waar je naartoe wil. Maar dat kan nu nog niet? Nee, op dit moment stuur ik het nog met een controller. Maar in de toekomst wil ik dus dat het volledig automatisch gebeurt. En hoe zwaar moet je zijn om hierop te kunnen? 60 kilogram. Ah, dat is nou jammer. Hey. High five! Ja, goed hè? Hoe ging het? Ja, goed. Ja, hij ging echt wel zo hoog in de lucht. Ja, ja, dat is een hele mooie ervaring om te doen. Ja. Ja. Hoeveel jaar schat je nog voordat hij helemaal doet wat je wil? Nou, ik denk eerlijk gezegd nog wel 15 jaar voordat het echt volledig op de markt komt. Want er zijn naast technische dingen, zijn er ook een hoop andere zaken die nog geregeld moeten worden. Dus... Ik geloof in je. Top. Dankjewel.